We zijn op het TP Vision Live Event, waar Philips al zijn nieuwste audio- en televisietoestellen voorstelt. En we staan bij het gloednieuwe topmodel, de OLED Plus 936. Dit toestel is uitgerust met het allernieuwste OLED-paneel. Dat zorgt voor een hogere piekhelderheid en een breder kleurbereik. Dit model is ook uitgerust met de nieuwste P5 AI-processor, die alle nieuwe eigenschappen erft die je ook in de OLED 806 terugvindt. Daaronder bijvoorbeeld de automatische filmdetectie, zodat tv zelf kan bepalen op basis van AI of je naar een film kijkt en zelf overschakelt naar de filmmaker-mode of de home cinema-mode. Voor gamers is er ook uitstekend nieuws. Het toestel is uitgerust met twee HDMI 2.1 aansluitingen die alle mogelijke gamerfuncties bieden, van ALLM tot VRR. En het toestel ondersteunt zowel HDMI VRR als AMD FreeSync als Nvidia G-Sync. Maar belangrijk is ook dat het toestel zowel bij 4K 120 als bij 4K 60 de volledige verticale resolutie ondersteunt. Er is dus geen enkele reden meer om voor gamers om niet voor deze televisie te kiezen. Philips introduceert dit jaar ook voor het eerst mini-LED-tv's. En dit model, de 9636, is de top of the range. Het biedt 1000 zones waar de tv in kan dimmen en biedt een maximale piekhelderheid van 2000 nits. Net zoals het OLED-topmodel is deze televisie uitgerust met Philips' nieuwste processor, de P5 AI, en met een Bowers & Wilkins soundbar. En voor al onze technische vragen gaan we uiteraard te raden bij Danny Tak, de man die alle beeldkwaliteitsaspecten van Philips TV's beheerst. Danny, we staan bij de nieuwste OLED 936, OLED Plus 936-reeks. Die kreeg het nieuwe Evo-paneel van LG mee. Kan je daar even de voordelen nog eens van toelichten? Nieuw Evo-paneel. De technologie erachter is dat er een nieuwe emission layer in zit. Met narrow blue en narrow red en een extra groen layer. Dat betekent dat daardoor de efficiëntie omhoog gaat en dat we 20% meer licht krijgen. En er is ook een nieuwe emission layer array. Dat zorgt ervoor dat de viewing angle, die al heel goed is in OLED, nog beter wordt. En dat paneel dat is beschikbaar op alle modellen, de 65, de 55 en de 48 inch? Nee, Evo-paneel bestaat alleen in 55 en 65. De supplier waar wij allemaal van tappen, van kopen, heeft het Evo-paneel niet uitgewerkt in 48 inch. Oké. Het andere onderdeel van de beeldkwaliteit is natuurlijk jullie P5 AI-processor. Kan je daar even toelichten wat er dit jaar nieuw bijgekomen is? Ja, heel veel. De AI, specifiek de AI, die heeft die film detection extra en de ambient light sensing. Dat zijn twee elementen die terug ervoor zorgen dat we meer analyseren in het beeld en meer gaan sturen. Film detection, zoals u weet, is belangrijk. Filmmaker mode leeft daar een beetje van of maakt daar gebruik van. Of maakt gebruik van de filmbit die er bijna niet, die sources nog bijna niet beschikbaar zijn. En daarom hebben wij de film detection toegevoegd aan onze AI om ervoor te zorgen dat effectief altijd dan ofwel naar een filmmaker mode ofwel naar onze nieuwe home cinema mode dan geschakeld wordt. Oké, dankjewel voor deze toelichtingen.